Op de betekenisvolle toespraak van de Nederlandse premier Mark Rutte moet er een betekenisvol antwoord komen, zegt Monseigneur Karel Tsuny van het Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo, daags na het aanbieden van de excuses op 19 december jongstleden. De bisschop van Paramaribo uitte zijn bezorgdheid toen hij hoorde dat Nederland excuses zou aanbieden voor het slavernijverleden. Deze aanbieding had echter anders moeten plaatsvinden. Gezegd. Datum is symboliek, symbolisch. De persoon die het gaat uitspreken is symbolisch. De plaats waar het uitgesproken zal worden is symbolisch. De inhoud van de excuses moet in gezamenlijk overleg gedaan worden. En er moet ook een bereidheid zijn tot reparatie. Toch? Want als ik je auto kapot slaat en ik zeg van sorry hoor. En ik laat je verder aan je lot over, weet je, dan begrijpt u meteen dat er geen verzoening kan zijn. Hè? En dus het is ook niet een, een verspreking van de premier. Ik weet niet wie de tekst voor hem heeft vertaald. Miwantaki, pardon. Zo spreken wij niet in Sarantonga. In Sarantonga is het Mebeji, pardon. En dan moet je... If je bidje pardon, dan gaat degene aan wie je pardon vraagt het geven. En dat moet dus nu nog komen, dat wij de excuses aanvaarden. Een betekenisvol antwoord vanuit Suriname moet komen in dialoog met de groeperingen die rechtstreeks hierdoor geleden hebben en nog steeds lijden, zegt de bisschop. Historica Mildred Caprino meent dat rondom het aanbieden van excuses iedereen zijn eigen ding heeft gedaan en daar moet verandering in komen. Elk doet zijn eigen ding en de achterban, het grote volk, weet er in principe niets van. En kan dan ook niet zich uiten van hoe hij of zij een bepaalde mening vindt of zegt we gaan met z'n allen zo'n standpunt innemen. Als je je voelhorend ziet hebt uitgestoken in die samenleving, in zijn totaliteit, maar met belanghebbenden in het bijzonder, dan ga je dit krijgen. Dat, dat men ook van tevoren niet heeft geweten dat het op 16 zou zijn, is gewoon vanwege het feit dat men niet met elkaar communiceert. Want de verschillende keren die men gebruikt heeft om op en neer te reizen, wil je me zeggen dat ze dat niet hebben gehoord? Of de vertegenwoordigers die we daar hebben, is er niets uitgelekt. Zie je, dus omdat we te weinig met elkaar communiceren als land in zijn totaliteit en de belangengroep zeker. We praten niet met elkaar, we leggen elkaar de dingen niet uit. We vragen elkaar onze mening niet. En dan zal je inderdaad verdeeldheid krijgen. Dat de ene zegt zus en de andere zo. Laten we kijken hoe dat gaat uitwerken. Het verleden speelt een belangrijke rol in de hedendaagse besluiten die de nazaten van de slaafgemaakten nemen. In sommige gevallen bewust, in andere gevallen onbewust. En daar moet meer over worden gesproken, besluit bisschop Tsuny.